trying to be Rick Stein. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag donderdag 1 november. En het is vandaag de dag dat ik naar New York vertrekken mag. Oh mijn god, en het rijmseizoen is geopend. Ik zit nu bij Viet, dat is een nieuw tentje op Schiphol. En ik heb een egg bowl. Het zijn twee gepocheerde eieren met avocado en zalm. En een ginger shot en een groene smoothie, want ik ben healthy. En mijn reisgenoot is dit keer mevrouw Stephanie de Jong. New York! New York! Yeah. En het moet even geïnstagramd worden, zie ik. Nee, geen Instagram. Even een appje. Een appje. Voor de thuisblijvers. Aha, is ook belangrijk. Heel belangrijk. Ik zal Arthur ook even een appje sturen. Okay, dit is standaard voor mij voor een vlucht naar New York. Een ginger shot. Dit is wel volgens mij minder heftige dan normaal. Want dit is, volgens mij zit er ook iets anders bij. Dit kan niet alleen maar gember zijn, nee, volgens mij. Ook zoveel. Go. Ah, het is nog steeds vrij pittig. Ik ga dit niet in één keer drinken. Volgens mij krijg je dan echt brandend maagzuur. Ik heb altijd maar zo'n klein glasje. Ja, wil je proeven? Ja, wat pittig. Maar het is niet puur ginger dit. Er zit iets doorheen. Er zit kurkuma en sinaasappel volgens mij doorheen. Nog meer nieuws. Je kunt dus tegenwoordig gewoon een volle bidon meenemen door de douane. Oké. Volgens mij ben ik weer fashionably late. Ik kom blijkbaar al om 8:10 boorden. En we vliegen om 9:30. Dus ik vind het wel echt super chill. Maar ja, het was dus kennelijk toch nodig om al eerder te gaan. Yeah. Magnums on a flight. Mijn favoriet. Yay! Mijn hardloopschoenen hebben het gehaald. Die zijn ook in New York. Ik ook trouwens. Oké, alle koffers zijn verzameld, allemaal door de douane. En we gaan zo naar buiten. Het is gewoon al 7:30 Nederlandse tijd. Heb jij dat gevoel, man? Nou, een beetje wel eigenlijk. Een beetje zo nadat we al heel lang op de bus zijn. Ik heb de halve vlucht geslapen. Dus ja, dat scheelt. Jij lag lekker. Oké, we hebben de bus gevonden. Dit is de bus die ons naar Manhattan gaat brengen. Vandaag staat een beetje in het teken van wachten. Wachten. Lopen we nu naar de expo. We gaan ons startbewijs halen. In het Javits Center. Ja, dat is eigenlijk het verhaal. Hebben we er zin in? Zijn we al moe? Nee hoor. Nee? Hoe lang zijn we al wakker? Oh mijn god. Gaan we... Ja, heel lang. Got it. Jij staat gewoon in week 1. Maar jij hebt ook een marathontijd van 3:19. Dus selfie en startnummer, fotoshoot happening over hier. Yeah! Team Annemero runs New York City 2018. Woo! Oké, mijn moeder en ik hebben net Times Square getrotseerd. En we hebben eten gehaald. Ik heb geen energie gehad om dit allemaal vast te leggen. Ik heb namelijk na mijn ontbijt eigenlijk geen echte maaltijd meer op. En het is nu 7:30. Wat wil zeggen dat het 10:30 in Nederland is. Ja, ik ga eten. Goedemorgen, het is vrijdag. Het is 6:00. Ik ben al 2:00 wakker. Jetlag, for real. Ik ga even werken bij Starbucks, maar voordat ik dat ga doen, loop ik heel even naar Times Square. Want nu is het een soort van rustig. En ik wil even een leuk fotootje maken. Het is een nieuw nummer van Martin Garrix. Het heet Dreamer. Het is echt zo toepasselijk. As long as I've got something to believe in. I don't know. Ik weet niet hoe hard ik schreeuw, want... Wauw. De muziek staat heel hard. Het is fijn om hier weer te zijn. Ja, deze dingen heten dus morning buns. En ze zijn ontzettend lekker, vooral als ze warm zijn. De neuskwel loopt uit mijn mond als ik dit vertel.
Ze zijn alleen 390 calorieën. Dat staat hier dus ook gewoon op bij alle koekjes en dingetjes dat erbij vermeld. En ik word altijd een beetje, dat ik denk van, dat hoef ik helemaal niet te weten. Ik wil hier gewoon lekker van genieten. Wat jij, man? Zo lekker. Ik heb een beetje een bewogen ochtend gehad. Ik ging deze groep naar Central Park leiden en ik leidde ze naar Queens. Top! Dus toen heb ik de verkenningsloop zelf door Central Park gegeven. En nu zijn we bij de finish. En gaan we even een fotoshoot doen. Maar kijk dan, die finish. Hier heb je toch gewoon... Hier moet ik toch gewoon eigenlijk onderover... Hier moet ik gewoon onderdoor lopen. Is er al zin om hier onderdoor te lopen? Ja, wie gaat het halen? Iedereen! Yay! Ik hoor te weinig. Als ik zeg wie gaat het halen? Yay! Goed zo. Dat wilde ik horen. Hey! Oké, we zijn weer op een van mijn favoriete plekjes. Shop. Ik heb homemade lemonade. Ik heb mijn moeder. En nu heb ik ook eten. Dat is een mooi uitzicht. Oké, shop is begonnen. Ik ben al bij Glacier geweest. Nu zijn we bij Nike. Ik wil echt deze trui hebben. Ik vind hem echt zo cool. Love it. Oké, we hebben net een marathon gehad. Dat is alweer in shot. Ook al heb ik dit al 3 keer meegemaakt. En heb ik de marathon al 5 keer gelopen. En we gaan nu naar de metro om even te gaan naar het hotel. Ik sta hier namelijk vol met tasjes. Die tasjes moeten naar het hotel. Oké, en de prijs voor de slechtste vlogger gaat naar de wereld. We hebben nu lekker eten besteld bij Dig In. Dat is een soort van gezonde snackbar. We wachten nu op het eten. Zo laten zien. Echt goed verhaal. Ik laat alleen maar zien wat ik aan het doen ben, maar niet echt wat ik aan het doen ben daadwerkelijk. Dit is mijn avondeten. Ik heb broccoli, ik heb boerenkool, ik heb faro, ik heb zalm, ik heb sla. Ik voel me echt zo gezond. Jij hebt ook heel gezond. Ja, ik heb hier met zoete aardappel. Zo die zoete aardappel die ga ik stiekem van jou jatten, want die past dus niet meer in mijn bol. Ja, hier moet je een stuk... Ja, en we hebben ook nog aioli hier. Oh ja, of zo. Oh ja. Anyway, dit is Dig In. Het is een gezonde snackbar. En dat kan ik wel gebruiken. Wat gezondheid. Oké, dit heb ik dus vandaag bij Glacier gekocht. Normaal zou ik een haul maken. Grapje, ik maak nooit hauls met wat ik gekocht heb. ik heb bij Glacier een solution gehaald. Dat is een exfoliant. Dat zit hierin. En hier zit een zitstick in. En ik vind het echt heel vet eruit zien. Ik vind het zonde dat ik het nu open moet maken, maar ik ben heel benieuwd hoe het werkt. Zo ziet die solution eruit. Ik heb het net op mijn gezicht gedaan. Oké, het vinden van ontbijt hier in de buurt van het hotel was een uitdaging. Uiteindelijk ging om 8 uur dienende Luca open en ik heb een croissantje gehaald en een Griekse yoghurt met granola. Yeah. Vandaag zou eigenlijk in het teken moeten staan van koolhydraten stapelen. Bij de lunch ga ik pasta eten. We made it to Brooklyn voor een bike tour. Heb ik zin in? Ja, ja. Heb je hier meer zin in of meer zin in? Ik heb geen zin achter me. Nog niet. Nee? Gaat wel komen, denk ik. Ja, ik weet niet of het bij mij gaat komen. Laten we eerst gaan fietsen. Dit is een dubbel beleven. Ja. Het waait. Maar het regent niet. Dat is belangrijk. Gonna bike. Bike. Hebben we er zin in? Zeker. Ja? Gaan kijken of we nog kunnen fietsen. Wanneer heb je voor het laatst gefietst? Op een gewone fiets? Ja? Denk een jaar niet. Wow! Ja. Kom jij uit Nederland? Of, ja, ja. Ik zeg dit nu wel, maar ik heb zelf ook 3 jaar lang geen fiets gehad. Dus dat is wel... Ik fiets wel, maar ik kom niet te trappen. Lekker weer hier. Hier. Wel ijskoud vandaag. We hebben de fiets op gehad. We hebben
nu pasta bij Fagoli, dat is vorig jaar. Ik heb ook weer dezelfde pasta als vorig jaar besteld. Misschien vorig jaar. Never change your winning team. En ja, ziet er heel gezellig uit. We hebben allemaal best wel honger, maar we hebben net ook een salade op. Heel gezond. Oké, ik neem afscheid van mijn losse haar. Ik ga nu naar een braiding event, een marathon braiding event. En mijn haar gaat nu gevlochten worden. Door andere marathonlopers. Ik ben echt extreem benieuwd. Ik heb er heel veel zin in. And we'll see. Een beetje lang wachten. Dit zijn Elise. En die gaan ook de haar laten vechten en morgen ook lopen. Top. Eerste marathon. Inderdaad. Ja. En ze kenden mij. Ja. En ik wil nu ook. Klopt, daar aan de wereld staan. Wauw. Oké. We're here with Carly, right? Yes. Tony. Tony, hi. And friend. And they've been braiding for 4 hours now, I think. And she's running a marathon tomorrow. She's not, but she's running on December 2nd. Or you? Yeah, yeah. And I'm in braids right now. It's inmiddels 7:30. I'm going to shake out here. Here. Dus de Westside Highway. Ik heb net 1,5 kilometer gelopen. Hier ga ik mijn versnellingen doen en dan loop ik weer 1,5 kilometer terug. En dan is het echt klaar. Oké, dit wordt het podium van mijn versnellingsloop. Alleen maar hardlopers hier. Yeah, I'm gonna do this. Oh nee, ik ga eerst even denk ik een beetje losdraaien. Dat is misschien handiger. Oké, dinner is served. Het zijn 6 bananen speldpannenkoeken. Die heb ik meegenomen uit Nederland met maple syrup. Yeah. En hier zit iemand naast mij aan de sushi. Pancakes. Sushi. Wat zouden jullie liever eten? Sushi of pancakes? Ik eigenlijk liever sushi. Het leven van een marathonloper gaat niet altijd over rozen.